Dat is een Titan, een Drei 25, een E-Drei 25, een mini-Titan is dat. Maar wat heet hij speciaal? Die heet dus een Helecomand. En een Helecomand is wel een duur spul, maar het is wel de moeite waard om te hebben op een helikopter. En dat gaan we nu eens voor de eerste keer proberen. De kas opzetten, niet vergeten. Aansluitingen. En als de allerlaatste aansluiting is, moet een hele kement. Die brandt dus rood. En die gaat dus overgaan naar groen als hem de structuur gevonden heeft. Voilà. Hij heeft zijn structuur gevonden en staat op groen. Voilà. De pootjes staan eronder, gewoon omdat het een heel oneffen grasveld is. Van niet om te vallen als ze. En gaan we het hem nu eens proberen, hè? We moeten proberen dat het marcheert, hè? De hele command, hè? We gaan een beetje hoger gaan. Een beetje rechtuit liggen. En we gaan hem wat draaien. We komen nog eens even terug. Allee, proberen tenminste. Hier is hem dan. Ik vlieg natuurlijk nog niet te hard. Hier is hem dan terug. Het ligt heel schoon, je ziet dat. Het krijgt wat wind. Oké. Okay. Nou zullen we het proberen laten te hangen. Je moet het proberen te hangen. Dan kun je even zien. Hij hangt. Stilletjes. Voilà. Helecomand. Voilà. Perfect, hè. Je zult hem even scheurens proberen laten te komen. Dat je goed kunt zien
Dan moet ik dat erbij laten komen. Nog een beetje dat erbij. Voilà, die hangt hem. Een hele mijnt hangt aan de andere kant. Die kant. Ik ga erbij laten komen. En ik ga hem proberen stilletjes laten landen. Nou. Laat hem nu eens voorzichtig landen. Nee. Dat heb ik.